Hoog tijd om opnieuw te gaan voetballen. En dat doen we uiteraard bij RKFC, bij Eerste Nationaler RKFC. Bij mij Christophe Arijs, manager, sportief manager van RKFC. Ik zeg dat goed, hè? Eerste Nationaler, zo heet dat tegenwoordig. Klopt, een enorme verbetering als het ons vraagt. De naam amateur heeft een iets wat negatieve weerklank, zeg maar. Wij zijn zeker geen ploeg die op amateurbasis aan het werken is, maar eerder op professionele basis. Dus in dat opzicht zijn wij heel tevreden met de naamsverandering naar Eerste Nationale, klopt. Oké, eerste training vandaag. Corona is wat het is. Maatregelen zijn ook wat het is of wat ze zijn. Ik neem aan dat er hier ook een aantal genomen zijn. Klopt, op 13 en 14 juli, dus gisteren en eergisteren, zijn zowel de beloften als de spelers van de eerste ploeg en de staf van de beloften en de staf van de eerste ploeg allemaal gescreend op COVID-19. En deze morgen het heugelijke nieuws gekregen van dokter Soete dat iedereen negatief heeft getest, dus dat is fantastisch nieuws. Is de grote opdracht houden zo? Goh, de opdracht houden zo kunnen we ons enkel maar tot hier ter plaatse beperken. De spelers hebben vandaag ook nogmaals meegekregen wat we precies voorop stellen. Dus eerst en vooral als ze hier toekomen moeten ze hun handen ontsmetten. Ze moeten ten allen tijde een mondmasker dragen tot net voor de training. Als zij gedoucht hebben, wat trouwens niet verplicht is, wij geven de mogelijkheid om te douchen. Als zij dan gedoucht zijn, dan is het ook de bedoeling dat ze onmiddellijk opnieuw hun mondmasker aandoen. We geven ook mee als ze morgen, overmorgen, volgende week zouden opstaan, wakker worden met lichte koorts- of ziektesymptomen. Dat ze onmiddellijk de huisarts dienen te verwittigen. En ook ons als medische en technische staf op de hoogte dienen te brengen van die mogelijke ziektesymptomen. Ja. Daarnaast ziet het nieuwe seizoen er ook heel wat anders uit. Ik bedoel, of het ziet er nog niet uit, laat mij het zo stellen. Data zijn niet gekend, tegenstanders zijn niet gekend. Ja, wat verwacht je? Goh, als je de Veiligheidsraad van deze middag beluisterd, bekeken hebt, dan laat ons hopen dat het kan blijven zoals het er een klein beetje uitziet. Dat we zouden kunnen gaan starten wat de competitie betreft dan in het weekend van 12 en 13 september. Dat we in die voorbereiding waar dat de Crocky Cup dan ook start in het weekend voor ons in de derde ronde, het weekend van 23 augustus, dat we daar toch op een normale manier wat publiek kunnen ontvangen. Dus laat ons enkel maar hopen dat het daarbij blijft en dat we niet richting 1 augustus met veel strengere maatregelen gaan, zonder publiek mogen of moeten gaan spelen en eventueel tot 1 oktober bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk een scenario waar dat we liever niet aan denken. Bedankt voor deze toelichting. Succes voor het nieuwe seizoen 2020-2021. Dank u. Eerste training bij Eerste Nationaler RKFC, zoals ik al zei. Wij gaan ook even ons oor te luisteren leggen bij coach Yves Van Borm. Ja, inderdaad, coach. De trainingen gaan er een stukje anders uitzien door omstandigheden, denk ik. Niemand is dat gewend. Aanpassingen er en der? Ja, ook voor ons om te beginnen. Nog nooit meegemaakt in onze carrière uiteraard. Maar goed, wij passen ons aan. Wij zullen de dingen toepassen die noodzakelijk zijn. We zullen de regels volgen die noodzakelijk zijn. En we zien wel wat dat geeft. Heeft dat enig studiewerk gevraagd om het toch nog altijd boeiend te houden? De meter en een half, het contactsport, wordt dat een beetje moeilijk? Maar ik versta niet dat men kan voetballen met een meter en een half afstand. Dat is in mijn ogen onmogelijk. Het is alleen zo, want een voorbereiding is wel meer en meer loopwerk. Het is nog niet zozeer dat we heel veel contacten opzoeken, maar het is wel zo dat we af en toe ook wel eens een wedstrijdje gaan spelen en dergelijke meer, waarbij dat je dat gewoon nooit kunt respecteren. Dus sowieso wel voorzichtig zijn, hè. De regels dan na de trainingen allemaal opvolgen, wat betreft dan ontsmetting en dergelijke meer. Maar je kunt niet moeilijk zeggen van oké, we gaan voetballen, maar je mag elkaar niet aanraken. Ja, dat is ook onmogelijk. Ik zie ook alle wedstrijden in het buitenland nu de laatste weken. Ik blijf het erbij dat niet aan deze sport besteed is om te voetballen zonder publiek. Maar goed, wie ben ik om dat tegen te houden? Dan moest ik de regels geven, misschien wel, maar nu niet. Richting pers vandaag ook de mededeling. Cerkel Brugge en Eendracht Aalst met gesloten deuren. Ja, het is zo weer al wat het is. Ja, tuurlijk. Maar goed, voor ons is het natuurlijk vooral in het kader van de voorbereiding.
Voor ons, met publiek, zonder publiek, is minder aan de orde. Natuurlijk, voor onze supporters, voor de mensen die wel graag een keer komen kijken naar ons, is het een heel ander verhaal. Zij zouden ons zeer graag bezig zien, uiteraard, en terecht. Maar goed, ik zeg, die regels moet men blijven respecteren. Of we moeten zeggen dat we gewoon er een betoging van maken en denken dat we in Brussel zijn, dan mag dat allemaal, hè. Juist, anderzijds de naamwijziging, dat hebben we duidelijk begrepen, Eerste Nationaler. Maar anderzijds is er ook de kalenderwijziging in 1A, van vrijdag tot en met zondagavond verspreid. De lagere reeksen zijn daar niet super enthousiast over. Enig commentaar? Ja, en terecht. Hè. Ik bedoel, het is nogmaals het zoveelste bewijs dat men neerkijkt op onze ploegen vanuit de Pro League. Men houdt op geen enkel moment rekening met ons. En dat is een zeer spijtige vaststelling. Oké, daarbij laten we het, dat is heel duidelijk. Rest mij alleen nog jouw succesvolle training toe te wensen zometeen. En uiteraard ook de felicitaties met het verlengde contract bij RKFC. Maar ja, dat is altijd leuk. Iedereen weet dat we hier zeer graag zijn. De club heeft ook graag dat ik hier ben. Dus dat is langs beide kanten dan een wens geweest van ons. En zeer blij dat het is dan goed gekomen. We zijn vertrokken voor het seizoen 2020-2021. Inderdaad, maar ik ga dit jaar niet zeggen dat we kampioen gaan spelen. We gaan eerst zorgen dat we terug een rol van betekenis kunnen spelen. Ik kom daar beslist nog op terug. Hopelijk.